10.000 woningen komen erbij in Hilversum, tussen nu en 2040. En daarmee gaat de gemeente over de magische grens heen van 100.000 inwoners. Het is een van de onderwerpen in dit gesprek, het eindejaarsgesprek met de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes. Meneer Broertjes, welkom in de trouwzaal van het Dudok Raadhuis, mooie omgeving. Ik begin met de actualiteit en daarna kijken we terug op het afgelopen jaar. Vorig jaar zei u groot denken, klein doen. Dat gaan we meteen bij de kop pakken. Want er is een convenant, zo noem ik het maar even, afgesloten met beeld en geluid. Ja. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, heel belangrijk, want dat is toch een impuls. Het is niet alleen beeld en geluid, maar het is ook een combinatie met het museum, met het persmuseum, met de bibliotheek. We willen rond dat Kerkbrink willen we een soort mediaplein formeren. Al deze spelers krijgen daar een rol in. Ja. Maar het feit dat we nu nog weer herbekrachtigd hebben dat het beeld en geluid ook een belangrijke rol voor Hilversum speelt. Als het gaat om educatie, mediawijsheid, als het gaat om digitalisering, de digitale wereld dichter bij de mensen brengen. Nou ja, daar zijn zij natuurlijk een uniek museum, maar ze zijn niet alleen maar een opslagplaats van televisieprogramma's. Van televisieprogramma's. Klopt, van ons collectieve geheugen is daar eigenlijk opgeslagen. Ja. En het is heel goed. Kijk, dat zijn nationale instituten, maar die wel in Hilversum zijn gevestigd. En het is goed om te beseffen dat ook Hilversum daar een profijt van heeft, om het dan maar even zo te zeggen. Ja, welk profijt zou Hilversum daarvan kunnen hebben? Nou ja, dat, kunt u er één noemen? Nou ja, mediawijsheid. Dus het leren omgaan met social media, met hoe we, nou ja, alles is media tegenwoordig, alles is communicatie. En daar kunnen zij vanwege het materiaal wat zij beheren, kunnen ze daar een belangrijke rol in spelen. En bijvoorbeeld op scholen lesgeven, dat entameren, zodat kinderen die in Hilversum opgeleid zijn, om het nou maar zo te zeggen, dat die daar een voorsprong hebben op anderen. Ja. Ja, ja, dat is in het klein in Hilversum, maar uiteindelijk kan heel Nederland daar profijt van hebben. Ja. Een van de elementen uit dat convenant, u noemt het al, is dat beeld en geluid ook wil meewerken aan het ontwikkelen van een mediaplein op de Kerkbrink. Ja. En dat past eigenlijk wel bij alle plannen in het afgelopen jaar over de herinrichting van dat centrum, Stationsplein. Wat hebben we nog meer? De verbinding Oost-West, de kleine spoorbomen, de zeestraatjes. Ja, je ziet natuurlijk dat we dit jaar heel veel plannen hebben ontwikkeld. Dat is ook goed. Het college zit in zijn tweede jaar, dus dan ben je aan elkaar gewend en dan moet het schip op stoom komen. Ja. En nu gaat het er nog om dat we die plannen ook op een of andere manier met elkaar verbinden. Want anders zijn geen losse elementen. Het gebeurt ook allemaal langs het spoor. Zagen we het spoor in het verleden nogal eens als je woont aan de overkant van het spoor of je niet. Ja, over het spoor. Zijn we nu eigenlijk aan het denken over hoe kunnen we dat spoor veel meer een verbinding laten zijn tussen de ene kant van het spoor en de andere kant. Nou, daar is heel veel discussie over geweest, ook met bewoners. Oost heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. De mensen die in Oost wonen, die zich een beetje achtergesteld voelden bij de plannen van het Stationsplein. Ja. Nou, daar hebben we echt wel meters gemaakt, vind ik, letterlijk. Dat we ook hebben laten zien dat we plannen ontwikkelen die Oost vooruit gaan helpen. We hebben daar ook de rotte kiezen die er in Oost zijn, omdat daar toch sprake is van samenballing van illegaal werk, van mensenhandel. Nou, we hebben daar een paar voorbeelden van gezien het afgelopen jaar. Dat we ook de positieve elementen in Oost gaan bevestigen. Ja, ja. Dus wat mij betreft zijn er grote sprongen. U noemde het net al even, daar wil ik het even met u over hebben, de ondermijning. Dat is een groot probleem, u heeft het daar sterk voor gemaakt om die ondermijning tegen te gaan. Ondermijning is natuurlijk een nationaal probleem, of eigenlijk een internationaal probleem, het speelt zich niet alleen af in Nederland. Eerst maar even, want we gaan het even klein maken naar Hilversum toe. Waar hebben we hier in Hilversum het meeste last van als het gaat om de ondermijning? Nou, toch ook de drugsindustrie, drugshandel op straat. Ik wil ook nog even zeggen dat de Raad ook een belangrijke rol heeft gespeeld het afgelopen jaar daarin. Want in de begroting had ik een voorstel gedaan om te investeren in menskracht, in mensen en middelen. Ja. En daar hebben ze ja tegen gezegd. Dus dat betekent ook dat er vertrouwen in de Raad is. En dat is belangrijk in datgene wat wij als college doen. Ik natuurlijk vooral als het gaat om die ondermijning. Maar er zijn ook handhavingsaspecten zitten daaraan vast, wat wethouder Voorink beheert. Dus
ja, dus die drugsindustrie, daar zien we maar de camel nose van. Daar zien we maar hele kleine. Maar als je echt dieper erin gaat, dan hebben wij natuurlijk in Oost ook ontdekt. Er zijn 2-3 politieinvallen geweest. Dat er sprake is van illegale gokken. Daar zijn gebieden afgesloten met camera's. We hebben een centrumcamera's, daar heb ik een heel debat met de raad over. En daar staan hangen camera's, dat zijn privécamera's. Ja, ja. En daar greep op krijgen, daar meer toegang toe krijgen, dat is een belangrijke stap voorwaarts. Ja. U heeft in een publicatie aangegeven dat ook mensenhandel een groot probleem was. Is dat ook hier in Hilversum? Zeker, ja. Maar goed, ook daar weten we nog niet alles van. Hè. We hebben nu ook op dat gebied grote stappen gezet, ook regionaal. Want even, mensenhandel is bijvoorbeeld prostitutie ook. Ja, maar goed, ook, ja, zeker, maar zeker. Illegale prostitutie ook, die niet vergund is. Maar ook op de arbeidsmarkt, dat mensen natuurlijk toch werk doen tegen hele lage prijzen waar we helemaal geen weet van hebben. Regionaal pakken we dat nu aan. Er zijn 2 mensen die daar zich dag en nacht nu mee bezighouden. En dat heeft ook de Raad mogelijk gemaakt. Dus het zijn hele belangrijke signalen dat ook de Raad van Hilversum, maar ook de regio beseft dat het niet alleen maar mooi en prettig wonen is in het Gooi, want dat is het ook. Ja, ja, maar dat er ook een keerzijde is. Aan de onderkant een keerzijde is, precies. Ja, ja. Die 2 mensen, het is mooi dat die hun werk doen en de politie doet natuurlijk het werk. Maar wat kan je nou als burger op dit terrein doen? Nou ja, toch zoals wij dat noemen, als je het gevoel hebt dat iets niet pluis is wat je ziet. Hè? Je komt wel eens in een straat dat je denkt, god, daar is een winkeltje, maar daar komt nooit, gaat nooit iemand naar binnen, gaat nooit iemand naar buiten. Wat zou daar gebeuren? Ja. En dat is echt overal hoor. Dat is niet alleen in het centrum, maar dat is ook in de buurten. En ja, dat dan signaleren. En we hebben tegenwoordig meldpunt, een ondermijningsmeldpunt. Waar mensen zich kunnen mee verstaan en dan kunnen signaleren van, hé, ik zie iets wat raar is. Dus toch dat bewustzijn creëren, dat doen we hier intern ook met allerlei cursussen. Dat ook ambtenaren, dat de publieksbalie ook denkt van, hé, volgens mij heeft diegene net een paspoort aangevraagd een half jaar geleden. Dus hoe kan dat nou? En wat gebeurt hier? Nou, daar toch meer dat bewustzijn creëren. Dat is belangrijk. En ik vind dat we daar vordering in maken. Ja. En daar kunnen burgers ons bij helpen. Ja. Zeker. En het ondermijnen, dus die onderwereld, is dat een groeiende zaak? Nou ja, je ziet het natuurlijk. We hebben afgelopen herfst hebben we natuurlijk een rapport in Amsterdam zien verschijnen. Van 2 onderzoekers, Tops en Tromp. En Jan Tromp is ook hier geweest om er iets over te vertellen aan ondernemers, om hoe je dat bewustzijn kan creëren, dat natuurlijk dat toch vrij spel is, hè? Zo heet het onderzoek al, dat de door de drugs gedomineerde wereld, dat die iets vrij spel heeft, dat wij daar echt wel misschien wel 10-0 achter staan en dat we onze informatiepositie moeten versterken. Dus we moeten eerst meer weten, we moeten meer bewust worden ervan en dan kunnen we handelend optreden. En daar heb je mensen voor nodig, heb je handhavers voor nodig, heb je politie voor nodig. Daar heb je de Belastingsdienst voor nodig. Dat is een heel geïntegreerd project eigenlijk, wat heel interessant is. En dat zijn we hier ook aan het opbouwen. Ja, ja. Die ondermijning past in een van uw portefeuilles, veiligheid, hè, en openbare orde. Dat zit in uw portefeuille. Ik haal er even 1 element nog uit. Dat heeft niks met ondermijning te maken, althans een ander soort ondermijning. Dat is het appen op de fiets. 1 juli, meen ik, ging het verbod in. Hè. Je mag niet meer appen op de fiets of met 2 oortjes in naar de radio luisteren. Toch zie ik nog heel veel, vooral jongeren, maar ook ouderen trouwens, appen op de fiets. Ja, ik zit weinig op de fiets, tot mijn grote spijt. Maar ik zie het ook wel. Ja, dat moet, net zoals we de safety belt in de auto natuurlijk ook jarenlang vonden, is dat nou eigenlijk wel nodig? En achterin de auto is het ook wel nodig. Ja, je ziet dat daar toch een gewenningsproces ontstaat uiteindelijk. En dat je ziet dat het toch veiliger is om wel met zo'n band om te rijden. En ook achterin de auto zelfs. En dat is ook verplicht tegenwoordig. Het kabinet, dat Mark Rutte ook zei, ik doe dat eigenlijk ook niet. En die is dat ook netjes gaan doen. Dus dat is ook elkaar ontvoeden daarin. Ja. En ik denk dat dit ook zo is, dat over een paar jaar heel gewoon is dat je dat moet laten. Dat je een paria bent als je gaat appen op de fiets. Ja. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met roken. Ja. Dat heeft ook jaren geduurd voordat we zover waren. Maar nu zijn we toch zover dat we zelfs rookgebieden al verbieden. Ja. En dus uiteindelijk komt het wel goed, denk ik, met dit soort processen. Het duurt even waarschijnlijk, ja. We gaan even terug naar de economie, naar het centrum. Want uit een rapport is gebleken dat het goed gaat met de Hilversumse binnenstad. Zo noem ik het maar eventjes. Ja.
economisch gezien kan misschien nog wel beter op onderdelen. Leegstand is nog wel een dingetje. Maar er komt toch meer werkgelegenheid. Maar... Nou, we hebben wel laatst een horecaoverleg gehad. Dat is wel interessant om even te vertellen. Waar we wel op ons lazer kregen, wethouder Jeger en ik. Omdat ze vonden dat wij veel te veel toestaan. Allerlei kleine horecabedrijfjes komen erbij. Dat zie je ook echt in het centrum. Ik vind het eigenlijk wel een aanwinst. Want het maakt het gezelliger. Je denkt, hé, dat is weer een leuk winkeltje. Wat eerst leeg stond. Maar dat is natuurlijk voor de gevestigde horeca, om het nou maar even zo te noemen, is die zien dat toch als een bedreiging. En ze vinden dat we daar meer beleid op moeten maken. Nou, daar hebben ze misschien gelijk in. Maar het is ook wel een kwestie van, het is of leegstand of dit. Want retail, hè, de winkels, dat is heel lastig. De grote winkelbedrijven vallen om. Hudson Bay is het niet gelukt om in Nederland kwartier te maken. Je ziet natuurlijk ook, V&D is omgevallen. Dus het is niet zo eenvoudig om... gevestigde retail, goede retail, om dat naar de binnenstad te krijgen. Dus daar zit wel een probleem. En dat komt natuurlijk omdat we ons gedrag, koopgedrag veranderd hebben, dramatisch. Ja. Door, ik merk veel het aan mezelf ook, veel online. Ja. Ik ga tegenwoordig toch weer meer naar de boekwinkel om als ik een boek... En dat, ik kan het ook online doen. Maar ik denk, dan heb ik het ook morgen in huis. Maar als ik even naar de boekwinkel ga, soms moet je het dan bestellen of reserveren. Maar dat heb ik er dan toch voor over. Nou, dat is nou zo'n mindset dat je zegt, als we willen dat die boekhandel nog in Hilversum blijft, dan moeten we er ook wat aan doen met elkaar. Dus als we willen dat die retail, dat die winkels in de binnenstad blijven, dan moeten we er ook wel blijven kopen. En dat is wel een, als je natuurlijk ziet met 10 jaar geleden, is dat een geweldige verandering. Omdat het ook zo snel gaat en PostNL brengt alles dezelfde dag nog rond. Qua milieu kan je daar ook een opvatting over hebben. Dus dit is een debat. Ja. Dus we gaan met die horecaondernemers ook nog aan de slag om te kijken of we ze toch nog meer comfort kunnen geven. Maar dit is wel een dilemma. Ja, maar misschien ook wel een luxe probleem. Hè? En dat luxe probleem heeft ook een keerzijde, namelijk dat er ook stijgende armoede is in Hilversum. Wat kan je daar aan doen als Hilversum? Ja, daar proberen we wel natuurlijk paal en perk aan te stellen door... mensen op het minimum inkomen om die beter te faciliteren qua uitkeringen. We hebben de regelgeving daarvoor, we hadden iets van 32 uitzonderingsregels geloof ik. En dat hebben we nu teruggebracht laatst in het college naar een handvol. Ook om voor de mensen het toegankelijker te maken dat je niet in dat web van regelgeving dat je daar de weg kwijtraakt. Dat beleid dat ontwikkelt zich nu al en dat gaat volgend jaar helemaal van start. En verder is het wel zo dat, dat klinkt misschien raar in uw ogen, maar in uw oren, maar als je dan arm bent, dan kan je beter nog in Hilversum arm zijn dan ergens anders. Want we proberen wel voor die arme mensen ook goed te zorgen. De voedselbank is natuurlijk echt voorziet in een behoefte. Dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn in een rijk gebied zoals wij dat hier in het Gooi kennen. Maar blijkbaar hoort het toch bij de samenleving die we met elkaar gebouwd hebben. En dat gezegd hebbende moeten we toch... goed voor die mensen zorgen. Ja, dat proberen we. We gaan naar iets nieuws. 10.000 woningen in Hilversum, het sleutelproject. Ja. De metropoolregio Amsterdam heeft die woningen toegekend aan Hilversum. Zijn die woningen toegekend aan Hilversum of aan de regio? Nou, toegekend. Hilversum heeft zijn vinger opgestoken. Als centrumgemeente, omdat wij de analyse hebben gemaakt, we gaan groeien. Demografen zeggen dat Hilversum nog van 90.000 naar 100.000 plus kan groeien, zal groeien. Maar dan moet het ook kunnen. Mensen moeten hier dan ook werk kunnen vinden, mensen moeten hier kunnen wonen. Dat is nu al een probleem. Dus we hebben gezegd, dat kunnen we dus niet alleen. Dus we kunnen het of negeren en zeggen, dan zien we wel, we zijn daar te klein voor of we voelen ons daar niet in positie. En nu hebben we onze vinger opgestoken omdat in de MRA, in de metropoolregio Amsterdam, ook een grote behoefte is aan meer woningen. Nou, daar kunnen we ons Oost-Indisch doof voor houden. We kunnen ook zeggen, wij willen ook wel meehelpen om dat probleem op te lossen. En dat hebben we gedaan. Dus als Hilversum. Maar het is natuurlijk ook zo dat daardoor misschien andere gemeenten in Gooi en Verstreek zich minder in positie hoeven te voelen voor dit probleem. Omdat wij dat nou eigenlijk als eerste oplossen. Dat kan betekenen dat Laren en Blaricum zeggen, dan concentreren wij ons meer op het toerisme. Of dan krijg je iets meer differentiatie. Dat model hebben we een beetje afgekeken van hoe dat in Zaanstad gaat. Dat we hebben gezegd, het is toch al lastig hier om alles met elkaar te doen. Hè?
In het sociaal domein is dat goed gelukt de afgelopen jaren, maar in het fysiek domein is het altijd lastig. Dus we kunnen misschien ook wel elkaar meer gunnen en zeggen, nou, dit is de coalition of the willing, hè, dit doen de drie met elkaar. Of dit. Het Krailo-gebied, hè, wat we aan het ontwikkelen zijn, is wel een voorbeeld van drie gemeenten in het Gooi die daar de voortouw nemen. Nou, dat zijn goede voorbeelden. En daar zou dat. Ik ben erg blij dat Hilversum deze stap, het college deze stap heeft durven nemen. Die woningen komen in Hilversum. In principe wel, ja. Ja. Als wij hebben even over groot denken, klein doen, hè, het thema van 2019. Ja. Dan vraag ik me af, maar waar moeten die komen? Nou ja, we hebben gekeken daar natuurlijk ook naar. En het is ook weer de spoorzone, toch belangrijk. En dan vooral op de hoogte van het Mediapark. En Noord. In Noord is natuurlijk ook nog wel wat ruimte. Daar is ook wel wat behoefte aan wat revitalisering van woningen. Dat zijn we al mee bezig, maar dat kan nog een schepje groter. En kijk, het belangrijkste, zover zijn we eigenlijk nog niet. Hè. We hebben die plannen nog niet vaststaan. We hebben alleen onze vinger opgestoken om mee te doen. Want er ligt ook geld klaar in Den Haag, zo'n 2 miljard, waar je wel of niet aan meedoet. Nou, wij hebben dat geld natuurlijk voor zo'n kwaliteitssprong die we willen maken, hebben we niet. Nee. Dus we moeten daar hulp bij vragen. Nou, als we nu niet onze vinger opsteken, dan zijn we gewoon te laat. En dan zijn we voor de komende jaren daar weer uitgeblokt. Ja. Nou, dat is eigenlijk de situatie waar we nu in zitten. Daar hebben we net met de Raad net over gesproken. Nou, die zijn over het algemeen positief. Ook de regio reageert positief. En we gaan daar in de Raad in januari, februari natuurlijk verder over praten. En dan pas komt die trein op stoom om te kijken hoe we dat nou precies gaan plannen. Ja, want dat Mediapark, dat mag natuurlijk ook, daar is een nieuwe eigenaar ook, wat heel belangrijk is. Dat mag natuurlijk ook wel een opfrisbeurt krijgen. Ja, want het gaat eigenlijk niet alleen om die woningen. Hè? Het gaat ook om extra basisscholen, voorzieningen. Je moet het met je culturele voorzieningen hotelvoorzieningen. De wegen. Ja. Mobiliteit. Een hele tijd terug Wima Jeger gesproken, hè, uw wethouder. Die had plannen om het Mediapark te laten groeien tot 2030. Ja, tot in het jaar 2030. Van 350.000 bezoekers naar 1 miljoen. En 8.000 arbeidsplekken die er nu zijn uit te breiden naar 16.000. Het zijn nogal megalomane gebeurtenissen. Waarvan sommigen zeggen, ja, maar kan Hilversum dat eigenlijk wel aan? Dat is de grote testvraag die we nu de komende maanden met elkaar gaan bespreken met de Raad. Want dat groter denken is ook daar een onderdeel van. Wat we met de Raad ook graag hebben ook aangegeven. Over de hoofdlijnen willen praten, over de toekomst van Hilversum willen praten. Dus alle dagelijkse beslommeringen laten we even rusten. We willen nu eens een keer met de Raad en zeker in 2020 praten over hoe ziet die stad, dorp, hoe ziet dat eruit in 2040. Dat geeft ook inspiratie. En dan is het niet meer een geïsoleerd plan van het Mediapark en Noord, maar dan pakken we die hele spoorzone eigenlijk bij elkaar. En misschien dat de regio daar zelfs ook nog wel een deel de rol bij aan wil sluiten. Maar het interessante natuurlijk van dit project is dat het gaat integreren. Dat we niet meer geïsoleerd kijken naar alleen het Arenapark of alleen het Stationsplein, maar dat we kijken naar hoe kunnen we het zo goed mogelijk positioneren. Nou, en dan komen daar oplossingen uit. En daar moeten stedenbouwkundigen bij betrokken worden. Daar moeten allerlei deskundigen. En dat krijgen we ook voor een deel aangeleverd door de MRA, door de regiopool Amsterdam. Nou, en wij krijgen geld aangeleverd. Dus dat is een hele andere sfeer eigenlijk dan 2 jaar geleden, toen Wima Jeger die plannen met u besprak. Ja, ja. Als ik het allemaal zo hoor, hè, herinrichting van pleinen in het centrum, Mediapark, spoorzone, Noord. We gaan toch niet Hilversum turnen in een grote bouwput? Nou, dan zijn we al 10 jaar verder voordat dat zover is. Maar we moeten eerst de hoge snelheidslijn nog zien te realiseren. Dat begint volgend jaar. Ja, dat begint ook nog. Dat kan ik alweer vergeten. Daar kunnen we nog onze lol mee op. Dus dat is een voorproefje. Ja. Maar ja, we moeten ook nadenken. Stilstaan is geen optie. Dus we moeten toch nadenken als we willen dat hier mensen kunnen blijven. Nu kan je ook bijna al geen woning krijgen in Hilversum. Dus we zitten al helemaal vol eigenlijk. Dus je moet toch gaan nadenken over hoe we de komende jaren, decennia eigenlijk, die behoefte aan prettig wonen, prettig werken in een natuurlijke, mooie natuuromgeving, hoe we dat mogelijk blijven maken voor de mensen. Ik ga naar het laatste onderdeel van dit gesprek, meneer Broertjes. De zogenaamde inclusieve samenleving. Mooie term. Maar het staat eigenlijk voor iedereen zou moeten meedoen. Dat is in ieder geval iets waar u zich sterk voor maakt. Ja. Of heeft gemaakt en sterk voor zal blijven maken, neem ik even aan. Ja. Ja. Is die tweedeling voelbaar in Hilversum? Tussen zwart en wit, mensen die meedoen, mensen die niet meedoen?
Nou, er zijn natuurlijk wel verschillen. Ja, tussen, nou is Hilversum over het algemeen natuurlijk een wat bittere gemeente. Als je dat vergelijkt met Amsterdam of Rotterdam. Ja. Er wonen hier wel veel nationaliteiten, maar de mainstream is toch wit. Dus het is een opgave om elke keer weer jezelf ook de vraag te stellen van zijn er mensen die we uitsluiten? En als we dat niet willen, dan moeten we daar extra stappen voor zetten. Maar dat is vooral in de arbeidsmarkt natuurlijk, vind ik, primair van belang. Dat we, als je Mohammed heet of als je Ali heet, dat je dan niet al uitgezuiverd wordt, ja, omdat die brief meteen al wordt weggelegd. Dus dat je toch kijkt dat het interessant is om ook die groep mensen, die vaak al weer beter opgeleid zijn, die, ik hoorde net vandaag dat scholen, die islamitische scholen, dat die het heel goed doen in Nederland qua kwaliteitsniveau. Ja. Nou, dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Ja. Want ja, wie had dat nou gedacht? Hè? Ja. Ja. En dat is juist de kern van mijn verhaal ook. Dat we zeggen, nou, dus spreek die mensen aan op hun ambitie en kijk of ze ook mee kunnen bouwen en werken in die stad waar ze wonen. En, nou ja, dat, maar die arbeidsmarkt, discriminatie op de arbeidsmarkt, dat is niet zo'n favoriet thema, maar die is er wel degelijk. En die is vaak onbedoeld en ook onzichtbaar. Dus dat naar boven halen, daar zal ik me sterk voor blijven maken. Ja, goed. 2019 is voorbij, bijna voorbij. Groot denken, klein doen. Wat gaat u als thema lanceren in 2020? Ik verwachtte die vraag al, maar ja, ik vind hem zo goed eigenlijk dat ik hem nog wel even prolongeren. Nou ja, omdat het zo goed aangeeft dat je wel ambitieus moet zijn in je denken, maar dat je ook klein moet kunnen handelen. En mensen die mij een mailtje sturen en vragen, een helpmailtje noem ik dat dan, van die tussen de raderen zijn gekomen. Ja, die kan je wegleggen, maar je kan ook kijken of je dit om kan beantwoorden en of je daar iets mee kan doen. En dat je die mensen wat meer positie geeft of wat meer comfort geeft in hun oplossing. Nou ja, dat blijft eigenlijk een heel mooi thema. Dus ik denk dat ik hem nog even vasthoud. Ja, vasthoud. Goed. Meneer Broertjes, dank voor uw komst. Graag gedaan.